Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Mousketeer. Mijn naam is Michael en in deze aflevering ga ik jullie laten zien hoe jullie op een hele makkelijke manier je moestuinbak of border zou kunnen vernieuwen. Stel, je hebt nou een moestuin die je een tijd lang niet gebruikt hebt, of je krijgt van iemand een stukje tuin die je kan gaan gebruiken en het is voorheen een moestuinbak of een border geweest die je wilt verjongen. En wat moet je dan doen? Waar begin je? Waar moet je op letten? Nou, er zijn eigenlijk twee manieren, of drie manieren natuurlijk. De eerste manier is het omspitten van alles en helemaal opnieuw beginnen. Aanvullen met meststoffen en dat soort dingen meer. Daar ben ik wat minder van, omdat ik denk dat het op een makkelijkere en veel natuurlijke manier zou moeten kunnen. Nou, die twee manieren die laat ik je vandaag zien in dit filmpje. En de eerste manier is gebruik van zeil. Nou ben ik eigenlijk een beetje anti-plastic in de tuin, omdat veel microplastic dan in de grond kunnen gaan zitten. Maar in sommige gevallen is dit de meest makkelijke en efficiënte manier. Stel je hebt nou een stuk moestuin die een beetje overgroeid is, waar echt distels staan tot een halve meter hoog. Noem het maar op. Nou ja, dat kun je natuurlijk allemaal gaan uittrekken en heel moeilijk gaan doen. Maar dit is eigenlijk een makkelijke manier. Wat wel belangrijk is bij deze manier, als je een zeil gebruikt, is dat je genoeg tijd hebt voordat het seizoen begint om je onkruid middels het zeil te verstikken. Want dat is eigenlijk wat je doet. Stel voor het is nou oktober, november van het jaar of misschien wel al december. En je wilt voor het volgende jaar wil je een stuk tuin gaan gebruiken of de moestuin opnieuw gaan gebruiken. Wat doe je dan? Eigenlijk heel simpel. Je legt er een zeil op, verzwaart dat met een aantal onderdelen. Ik heb hier balken, stenen, noem het maar op. Alles wat ik kon vinden heb ik daar opgelegd. En wat doet dat? In de weken of maanden voordat je begint met jouw seizoen of met jouw groeiseizoen, begint dat langzaam eigenlijk het meeste onkruid te verstikken. Nou, hoe langer dat je het kunt laten liggen, des te beter natuurlijk. Heb je bijvoorbeeld een grasveld, dan zou je het best 8 tot 10 of misschien wel 12 maanden kunnen laten liggen. Als je geen haast hebt, is dat zeker een optie. Heb je een aantal maanden, dan kun je dat ook doen. En zul je zien, als je na een aantal maanden dit wegtrekt, dat het meeste onkruid aan het afsterven is, geel is geworden, geen licht en geen nauwelijks lucht meer krijgt. En dat het dan ook heel makkelijk is om dat te verwijderen. Nou, afhankelijk natuurlijk van hoe dat bij jou zit, kan het zijn dat je überhaupt niks hoeft weg te halen nog. Bij mijn geval zie je een enkel stukje onkruid is er nog. Nou, dat haal je er makkelijk uit met een hark of met een schoffel. Je gaat er één keer overheen en je kunt eigenlijk meteen beginnen met het planten van jouw planten in de moestuinbak. Heb je nou nog maar een paar weken of is het juni, juli, mei, april? Dan zou ik dit afraden, want daar heb je gewoon veel te lang voor nodig. Wat zou je dan kunnen doen? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Min of meer dezelfde manier, alleen een ander materiaal. Daar gebruik ik namelijk karton voor. Wat ik dan zou adviseren is, in plaats van dat zeil, leg je hier twee lagen karton op. Die twee lagen karton, die verstikken eigenlijk op dezelfde manier als de folie het onkruid. En daarbovenop leg je een laag met compost. Daar heb ik compost liggen, dus tuincompost in een zak. Is er al helemaal verteerd. En dat leg je dan op elkaar als een soort van lasagne. Je kunt er meteen je planten in planten en je kunt meteen beginnen. In 3 tot 4 of soms 5 maanden wordt langzaam het karton wordt opgenomen in de bodem. Boompjes helpen daar ook in mee. Het onkruid is grotendeels verstikt. Je zou er natuurlijk wel vooraf voor kunnen kiezen om het grootste of het stevigste onkruid er met de hand uit te halen. Dat hoeft in principe vaak niet. En ja, wat ik al zeg, je kunt gewoon beginnen met planten en je bent klaar. Nou, stel dat het minder heftig uitziet, maar gewoon een beetje nieuw leven ingeblazen moet worden. Dan laat ik je ook nog even zien hoe je dat het beste of het handigst kan doen. En daarvoor herpositioneer ik even de camera en ben ik zo bij je terug. Nou, hier heb je zo'n bed. Dat bed, dat heb ik eigenlijk al een beetje voorbereid voor het volgende jaar. Wat heb ik gedaan? Eigenlijk heel weinig, want ik wil zo min mogelijk graven. Waarom? Omdat het bodemleven en de micro-organismen
beter gedijen op het moment dat je de grond zo min mogelijk omwoelt en omkeert. Nou kan dat natuurlijk wel en herstelt zich dat ook. Alleen krijg je een kleine achterstand, waardoor juist het onkruid, wat misschien met lucht, zaadjes wat met lucht hier opkomen te liggen, makkelijker kunnen ontkiemen. En dan weinig hoeven te concurreren met iets anders. Nou, wat ik doe, is aan het begin van het voorjaar ga ik er licht met een hark of met een schoffel overheen. Ik zorg ervoor dat hele kleine onkruidjes eigenlijk het contact van de worteltjes met de grond kwijtraken en ze eigenlijk er zo op liggen. 9 van de 10 keer gaan ze dan al dood. 1 keer in de week kom ik dan met de schoffel er nog heel even doorheen. Als ik zie dat er nog een paar zitten, dan schoffel ik die even om. En dan zie je eigenlijk dat nagenoeg geen onkruid ontstaat. Sowieso met gebruik van een niet-graven methode zie je dat er eigenlijk redelijk weinig onkruid is. Nou, wat doe je? Heel simpel. Je hebt compost nodig en dat is eigenlijk ook het enige wat je nodig hebt. Aan het begin van het voorjaar of aan het einde van het jaar gebruik je compost om eigenlijk de grond aan te vullen met nieuwe voedingsstoffen. Wat doe je? Je pakt compost en je zorgt er eigenlijk voor dat over de hele laag van dit bed een 2 tot 3 centimeter aan compost komt te liggen. Nou, uiteindelijk als het gaat regenen of je regent het in, dan hou je ongeveer 1 centimeter tot 1,5 of 2 centimeter over. En dat is eigenlijk voldoende voor een heel seizoen. Verder hoef je dan ook niks meer aan te doen. Ik moet zeggen, heel af en toe doe ik nog wat extra voedingsmiddelen, wat biologische extra mest, koemestkorrels bijvoorbeeld. 1 keer in de zoveel tijd. Vooral ligt het natuurlijk ook aan wat voor planten je er neerzet. Zijn er planten zoals kolen, tomaten, echt heel sterk groeiende planten die veel voeding nodig hebben, dan kun je dat een beetje aanvullen, maar het hoeft in principe niet. Je hebt alleen die compost nodig, 2 centimeter, 3 centimeter ongeveer, en je kunt eigenlijk meteen beginnen met planten. Heel vaak denken mensen daar gewoon ontzettend moeilijk over. Tubben over wat moet ik nou doen? Moet ik dat nou allemaal om gaan spitten? Moet ik dat allemaal eruit gaan trekken? Dat is zoveel werk, daar heb ik geen zin of geen tijd voor. Hè? Want het ligt natuurlijk ook aan hoe groot het je moestuin is. Als je 1 bakje hebt, ben je zo klaar. Maar als je, zoals mij, redelijk wat te doen hebt, dan kan dat toch wel een paar uur in beslag nemen. Dat hoeft dus allemaal niet. Het kan snel, het kan efficiënt en het kan makkelijk. En ik kan beamen dat het echt werkt. Natuurlijk ben ik niet degene die dat allemaal heeft uitgevonden. Dat is iemand anders geweest, Charles Dowding. Mocht je hem nog nooit gezien of gehoord hebben, hij heeft ook een YouTube-kanaal. Zou ik daar zeker even naar kijken. En dan zie je dat het echt werkt en goed werkt. En eigenlijk op een meest natuurlijke manier plaatsvindt. Want in het bos heb je ook natuurlijk niemand die het hele bos gaat omspitten elk jaar. En daar vindt het ook plaats op een soort van lasagne-model, om het zo maar te noemen. Takjes, bladeren vallen, dat wordt gecomposteerd. Ja, daarna vallen weer takjes en bladeren. En zo wordt die laag op laag gebouwd. En dat is het dan eigenlijk ook wat je met de moestuin of bijvoorbeeld met je broer kunt doen. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video gehad hebt. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Heb je nou andere ideeën, vragen? Laat dat achter in de comment. Like de video als je hem leuk vond en overweeg te abonneren. Dan hoop ik dat ik je de volgende keer zie bij een nieuwe aflevering van de Moesketeer. Tot dan, doeg!